Vandaag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral vanochtend valt in de noordelijke helft soms nog wat lichte regen of motregen. In de loop van de dag wordt het wat vaker droog, met soms ook af en toe wat ruimte voor de zon. In de ochtend al wel temperaturen aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, 7 tot 11 graden. En daarbij in het zuiden later in de ochtend misschien al wat ruimte voor de zon en daarbij een meest matige zuidenwind. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op 14 tot lokaal 17 graden. Alleen op de Wadden en rond het IJsselmeer blijft het kwik wat achter met een graad of 9. En dat komt omdat de wateroppervlakken nog erg koud zijn en op sommige plaatsen ligt zelfs nog wat ijs. Vanavond neemt dan de kans op regen weer toe. Vanuit het zuiden wordt het bewolkt en kan er af en toe wat buien geregen vallen, met in het zuidwesten ook kans op een klap onweer. En ook morgen in de westelijke helft nog mogelijk in de ochtend vrij veel regen. En ook dan is een klap onweer niet uitgesloten. Temperaturen dan uiteindelijk in de middag 11 tot lokaal 15 graden en daarbij een meest matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. De komende dagen blijft het wisselvallig met op veel dagen nog temperaturen in de dubbele cijfers. Alleen dinsdag is ietsje kouder met een graad of 9. Daarbij waait het vaak flink. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook een aantal buien. Mijn naam is Wilfried Janssen voor weerplaza.nl.